Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we een typische buisstructuur vanaf de Noordzee. Veel witte, felle plaatsen, maar daartussendoor dan mooie opklaringen. Daar schijnt de zon. De buien trekken over het hele land, van Noordwest naar Zuidoost. En ze kunnen lokaal dus behoorlijk stevig ook zijn, met een klap onweer. Er staat ook meer wind dan de afgelopen dagen, uit west tot Noordwest, aan zeewinkracht 5 tot 6. In binnenland winkracht 3 tot 4 en het wordt vanmiddag 10 tot 12 graden. Minste buien trouwens in Zeeland, denk ik. Vanavond neemt de buiigheid af en dan klaart het op, namelijk landinwaarts. En de temperatuur daalt dan weer rap naar 5 tot 8 graden. Ook de wind begint langzaam in kracht af te nemen. Morgen krijgen we opnieuw met een aantal buien te maken. Meeste buien in de kustprovincies, slechts enkele buien in het binnenland. De zon schijnt ook af en toe en het wordt opnieuw 10 of 11 graden. Morgen staat er wel veel minder wind dan vandaag. De vrijdag verloopt grotendeels droog. De regen valt af. Ochtends en middags, met name in het westen en noorden. Pas in de avonduren bereikt het ook het zuidoosten, maximaal 10 graden. En in het weekend gaat het kwik nog verder naar beneden, zondag wordt het 8 graden. Er vallen buien op de weekenddagen en de zon schijnt ook af en toe. Ik ben Michiel Severin van weerplaats.nl.